Hoi, het is super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Dit neem ik veel later op, maar ik wil jullie toch nog even iets vertellen. In deze vlog neem ik namelijk mijn nieuwe videoclip op. Maar als jullie deze vlog zien, staat alles al helemaal online. Nou, nu ben ik echt bloednerveus en zenuwachtig. Omdat ik zo benieuwd ben wat jullie van mijn nieuwe single en videoclip gaan vinden. Nou, in deze vlog gaan jullie dus alles haarfijn zien. De backstage beelden van de videoclip die echt heel vet wordt. Het linkje van de videoclip en het linkje naar Spotify staat in de beschrijving. Dus heb je het liedje nog niet gezien of gehoord, klik dan even op de linkjes en laat me zeker weten wat jullie ervan vinden. Het is echt zo tof. Aan het einde van de video leg ik nog wat een en ander uit. Maar bij deze heel veel kijkplezier. Goedemorgen en super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. Ik heb er al heel wat uur op zitten. Ik was vroeg uit de veren en heb eigenlijk al de hele ochtend super hard gewerkt. Dus ik zit in mijn sloeber outfit en in mijn te lekkere sportbroek. Die heb ik gekregen van Veers. Super chill. Veers. Ik weet dus niet zo goed hoe je het uitspreekt. Echt heel blij mee. Nu ga ik mij douchen, aankleden, make-upen. Want het is wel zo gezellig voor jullie dat ik er gewoon een beetje normaal uitzie. Dus dat fixen en dan aan het werk. Zo, ik heb lekker gedoucht. Echt zo chill. Ik heb alleen mijn haar niet gewassen, want morgen heb ik voor het eerst personal training. En dan wil ik graag mijn haar wassen, dus ik rek het vandaag nog even een dagje. En ik dacht, ik maak me even op waar jullie bij zijn. Dan kunnen jullie het weer gezellig eens een keer zien. Dus let's go. Zo, make-upje zit erop. Maar wat ik dus altijd doe met mijn wenkbrauwen, 's ochtends, is dit gebruiken van de Brow House. De Soap Shaper. Ik ga even laten zien hoe dit allemaal gaat. Oké, je hebt dit borsteltje. Die maak je nat. Dus die doe ik onder de kraan. Ik maak hem echt helemaal nat. Blikje open. En dit is dus allemaal zeep. Deze is nat. Die haal ik er zo overheen. Zeepen. Komt er helemaal schuin. En dat doe ik dan zo in de haartjes. En dan blijft ze een hele dag helemaal in shape en mooi overeind. Zo kunnen jullie het wel beter zien. Ze zijn helemaal mooi in shape. Ik laat je nu nog even het lookje zien voordat ik ga eten. Dit shirt is van Most Wanted. Riempje eromheen. Broek is van Bij Moïse. Lekker casual vandaag. Nu eten, want ik ga echt voor mijn graadje. Ik heb een heerlijk broodje met ei. En met truffelmayonaise en melk. Broodje zit erin hoor jongens. Dat was echt zo lekker. Ik ben echt verslaafd aan truffelmayonaise. Nu ga ik verder met werken achter de computer. Ik moet namelijk heel veel dingetjes doen voor mijn bedrijfje. Allemaal dingen opzoeken en opschrijven, noteren. Dus dat ga ik doen. Echt een takkenklus. Ja, dus let's go. Want ik wil heel graag dat het af is. En papa belt. Hey! Issues, I know I got issues. Hate you then I miss you again. Selfish, I can be so selfish. Spend more time when meeting your friends. Please forgive me. Heel wat uurtjes achter de computer gewerkt, maar super chill, want het zijn echt kutklusjes. En nu kan ik ze zo allemaal afstrepen. Heel nice. Oh, er komt echt een hele donkere lucht aan. Maar ik ga lopen even met Boomer naar de kroeg. Zou je denken, hoe ze nemen je hond mee naar de kroeg? Nee, mijn fiets staat er nog van het weekend. Nu nog halen, als die er nog staat. Ik hoop dat niemand hem mee heeft genomen. Dus ik loop even met Boomer heen en dan zet ik er daar in mijn mand en dan gaan we weer naar huis. En ja hoor, hij staat er helemaal verlaten en alleen. Issues, I know I got issues. Hate you then I miss you again. Ik begin dus altijd aan een opgeruimd bureau en het liefst ook in een opgeruimde kamer, want anders kan ik me gewoon niet concentreren, want ik zit de hele dag natuurlijk in mijn kamer. En zo eindigt de dag altijd. Een vol bureau met allemaal troep.
Dus ik ga nu even deze troep opruimen. Want het is inmiddels alweer 5 uur. Dan ga ik me klaarmaken en dan heb ik straks een verjaardag. Zo, even een outfit change. Ik heb dit shirtje aan. Blouseje van Colorful Rebel. Broek is van Stradivarius. Schoenen zijn van Dr. Martens. Kettingjes zijn van Majuli. Oorbellen, Saité. Ring van The Wildflower. Love it. En ik heb dus weer mijn horloge om. Van Captain & Son. Hij doet het alleen niet meer. Maar het is wel gezellig. Dus nu op naar de birthday waar ik ook eet. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En ik heb me al helemaal klaargemaakt. Tenminste, sportklaar. Want ik ga zo meteen sporten hier in de tuin. Met een meisje. Echt super chill. Die mij dus een soort van personal training gaat geven. Dus dat is super relaxed. Ik ga even snel een broodje eten. En dan komt ze er zo aan. We zijn aan het sporten. Goed bezig. Ik ben klaar met sporten. Ik ben helemaal afgemat. Wow, ik heb helemaal geen lichaam. Wat grappig. Ik ben helemaal afgemat. We hebben vandaag buik en armen gedaan. En we gaan vrijdag billen benen doen volgens mij. Dus nu 2 keer in de week. En vanaf volgende week gaan we proberen 3 of 4 keer. Ik heb helemaal hier al nu al spierpijn. Douchen. En dan ga ik even lekker eten. Ik ben gedoucht. En ik heb mijn haar gewassen. Make-upje opgedaan. En me aangekleed. Dit is het lookje voor vandaag. Ik ben er nog niet helemaal content mee. Het is een basic jurkje van The Only. Maar dat vond ik een beetje saai alleen. Dus nu heb ik dit touwtje eromheen. Maar ik denk dat ik zo meteen even een zwarte riempje eromheen doe. En mijn witte Doc Martens. De extra video opnemen voor morgen. Een deel van de video is opgenomen en klaar. Nu ga ik even eten. Dan moet ik naar zangles. Ja. En dan na zangles ga ik verder het opnemen. Dus broodje eten en dan zometeen eerst even naar zangles. Ik ben weer terug van zangles en ga nu als een gek aan de gang met de extra video. Want anders red ik het niet. De video is af. Oh yes. Tenminste, alles is opgenomen. Nu ga ik als de video weer ga editen. En dan hoop ik dat ik het voor het eten afred. Video is bijna af. Nu gaan we lekker eten. Ruikt heel lekker. Eten zit erin. Nu weer door met editen. Want mijn vriend komt straks. En eigenlijk wil ik het daarvoor af hebben. Mijn vriend is net weg. Ik heb gedoucht. En ik ga nu de video afmaken. Het is 10:30 geweest. Want hij moet morgen online. En morgen heb ik de hele dag opnames. Dus dan kan ik het niet doen. Dus ik ga het nu snel afmaken. En dan naar bedje. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Ik ben al uit de veren, best wel op tijd. Al helemaal aangekleed en wel niet opgemaakt, want dat wordt zo meteen gedaan bij de shoot. Ik weet dus niet of ik het mag vertellen waarvoor het is. Mag het niet, dan knip ik het eruit. En anders, ik ga mijn nieuwe videoclip opnemen. Dus eten en dan zo meteen op naar Amsterdam. Zo. Ik zit in de auto. Zoals je ook wel gewoon kan zien. Ik snap niet waarom ik dat altijd benoem. Ik heb spierpijn. Oh, van het sporten gisteren niet te doen. Mijn onderbuik en mijn armen. Maar wel goed teken. Tom Tom. Dom Dom. Even het snoertje erin. Nou jongens. Muziek aan en op naar Amsterdam. Nou, ik ben er al jongens. In Amsterdam. Ik ben helemaal een beetje zenuwachtig. Dat ben ik echt nooit. Oké, let's go. In de vieze sheet. Oh, we zijn heel donker. Ja, is leuk. Ja. Het lookje. Pas heeft het lookje weer zo mooi gemaakt. Wacht, ik moet die ring nog afnemen. Oh ja. Make-up is gedaan. Haren zitten in de krul. Love it. Knapjes. Hi.
een deel van de video die ik heb opgenomen. En tegelijkertijd ook een scène uit de film met deze toppertjes. Namelijk Engel, de film. Echt heel cool. En bij mijn liedje hoort ook een TikTok dansje. En die gaan we jullie even instrueren. En we gaan voor het tweede lookje. Heel sexy Lexi. Mira que me falta tu piel. ¿Qué será? ¿Qué será de mí? No seas parte de mi amanecer. ¿Qué será? ¿Qué será? Por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo. Tú eres una prueba que el mundo a mí nunca me brindó. Quería casarme, yo tan loco en ilusionarme, creyendo en tus besos y tus caricias. La verdad no fue el culpable. Todo tiene un propósito y dejarme será solo uno más. Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad. El tiempo dirá, el tiempo dirá. Cuando lo encuentre de ti no me voy a acordar. El día que me falte tu piel. ¿Con quién voy a compartir? Todas mis noches son me das. Ahora quién me va a dar los besos como tú los das. Todo es una ilusión y eso lo verás. Tú amabas a Nico pero nunca a Nicolás. Tú eras la oveja mala del rebaño. Tu vicio a la fama si me hizo daño. Tantas promesas fueron por el caño. Porque lo único que cumplí son años. Chica, si te vas y luego me quieres ver, eso nunca pasará. Prefiero otra mujer. Chica, si te vas y juegas otro papel, que nunca te quedará. Como eso de serme fiel. El día que me falte tu piel. Ik zit weer in de auto, vol in de glam. En ik ben onderweg naar huis. Wat een dag, jongens. Het is 7:30. Echt een hele lange dag, maar wel echt super, super leuk. Het wordt zo gaaf. Het wordt zo gaaf. En het leuke is, als deze vlog online staat, is alles al helemaal bekend. En staat alles al helemaal online. Nou, jullie willen niet weten hoe zenuwachtig ik daar nu voor ben. Want het is zo'n groot ding. Dus ik hoop echt onwijs dat jullie het echt heel leuk gaan vinden. Ik zet natuurlijk het linkje van Spotify, van het liedje zelf, hier ook in de beschrijving. Dus heb je nog niet geluisterd, doe dat dan zeker even. Laat in de reacties even weten wat je ervan vindt. Want ik ben zo benieuwd en ik vind het zo spannend. Onderweg maar even wat eten, want mijn vriend is geslaagd. Dus ik ga daar nu meteen heen. Dus dat wordt onderweg weer snijden. Dat is me helemaal niet de bedoeling. Ben ik zo goed bezig met het trainen en dan ga ik nu een McDonald's eten. Ja, er is ook voor de rest gewoon niks open, weet je wel. Dus, nu maar even genieten en dan vrijdag weer personal training. Goedemorgen, het is vandaag donderdag
En ik ga met Silke even naar de stad om wat dingetjes te halen. Again, again. Ik zit weer in de auto. Het regent echt keihard. Ik ben aan het wachten op Silke. Want Silke die moest even iets ruilen bij de Action. Ik heb een heel leuk jurkje gekocht. Ik moet hem alleen passen, want we mochten niet passen bij de H&M. Verder. Gaat het goed? Verder heb ik ballonnen gekocht, de 200, want ik heb bijna 200.000 volgers. Oh, Silke belt. Hi. Ja. Heb. Oké, okay, doei doei. En ja, een superleuke shop met Sil en cadeautjes voor mijn schoonmoeder gekocht, en die is bijna jarig. Dus echt super chill. Heel goed. Oh, daar komt Silke aan. Ik ga stuk op dat kind. Het regent zo hard. Dus top ochtendje. Nu naar huis. Hier komt het kind aanrennen hoor. Wij zijn weer thuis. Nee, dankjewel. En ik krijg ineens een superleuk pakketje met een nieuw hoesje. Had ik helemaal niet besteld. Ik krijg heel vaak hoesjes van Phonecase zomaar opgestuurd. Echt super lief. Dus die ga ik er even om doen. Hè? Nou, hoe leuk is dit? Nou, ik heb dus een jurk gekocht. Huh, Jezus. Ja. Deze jurk. Ik zal even hier een foto plaatsen. Die staat heel leuk. Superleuk. En ik heb deze flare pants gekocht. Met allemaal bloemetjes. Bij de Stink vandaan. En die zit ook goed. Dus super chill. Ik word elk moment gebeld door Tina. Tina, tijdschrift Tina. Voor een interview. En dan even editen. Absoluut. Er gaat vaak meer fout dan dat er goed gaat. En dat bijvoorbeeld in de vlog laat ik dat er zeker wel in. Want dat is gewoon real life. Dus dat is dan gewoon vet leuk. En nou ja, op Insta van de 10 foto's die er worden gemaakt zijn vaak 8 echt super raar. En ik doe ook gewoon heel vaak gewoon raar. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En ik heb een personal training. Bij de enkels? Ja. Nou, ze heeft het sporten weer overleefd hoor. Mijn goede. Ik heb nu al spierpijn in mijn kontje. Wel echt super chill. Ik krijg dus personal training van een meisje uit ons dorp hier. Eigenlijk kennen we elkaar echt al heel lang. Ook van vroeger van school. Maar we waren elkaar even uit het oog verloren. En nu weer niet. En het is echt zo'n leuke meid. We kunnen het echt heel goed met elkaar vinden. Dus we hebben hard getraind vandaag. Nu de weekvlog even afmaken en dan is dat weer bijna weekend. Ach, wat lekker. Zo, de vlog is geëdit en ik heb me helemaal omgekleed. Dit is wat ik aan heb. Ik heb een nieuwe broek gekocht gisteren bij de Sting. Dus die heb ik lekker aan. Met echt een super cute shirtje. En jullie zien het bijna niet. Het is zo donker. Met een super cute shirtje van The Only. Dit is dus de broek. Dit is mijn gezicht. En nu ga ik lunchen. Again. Deze keer met mijn vriend. Hij heeft een middagje vrijgenomen, dus we gaan even lekker lunchen. En we gaan vieren dat ik gisteravond de 200.000 volgers heb behaald op Instagram. Just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you. Ik ben de vlog aan het editen en ik zie dat ik hem helemaal niet heb afgesloten. Maar bij deze, dit was de weekvlog van deze week. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. Het is zover. Mijn single is uit. Echt zo spannend. Het is dus de titelsong voor een bioscoopfilm. Engel de film.
echt te gek. Het liedje heet Dichterbij en ik hoop echt dat jullie hem ontzettend leuk gaan vinden. Voor jullie is afgelopen vrijdag de track zelf uitgekomen. En gisteren is de clip uitgekomen. Dus ik hoop echt dat jullie hem te gek vinden. Deel hem, bekijk hem, like hem. Zet een reactie neer en ik reageer zeker weten. Heel erg bedankt voor jullie support. Ik ben ontzettend, ontzettend, ontzettend blij met jullie. En ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik het echt enorm spannend vind. En heel erg hoop dat jullie me net zo te gek vinden als dat ik vind. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.